Dag. Dit is Paula! Hi. Oh mijn god, waar ben ik? Marco, waar zijn we? Ik zal hem al dragen. Ben klaar, oh my god. Because if you're not yourself, then who are you? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe week. Leuk dat je kijkt, en met die eerst rijkt. Verder weet ik niks meer. Het wordt vandaag echt super mooi weer trouwens, 25 graden geloof ik, 23, 25 graden. Dus ik wist echt mijn god niet wat ik aan moest doen, want ik moet eerst, ga ik ontbijten met Marion, dan heb ik fysio en dan ga ik naar Albert Heijn. Dus dan moet je een soort van, ook een broek aan die bij de Albert Heijn aan kan en die ook de schoenen onder heb. Met schoenen eronder die dan ook wel lekker werken. Dus dat was een beetje stress. Dat stond volgens mij een half uur voor de kledingkast. Oké, lang verhaal. Ik weet niet wat ik doe. Lookje van de dag. Bril is van bij ons Vintage. Verder is het hele lookje van Marbles Vintage. Nike is eronder. En mijn nieuwe favorite bag van bij ons Vintage. Want mijn laptop past er dus ook in. Hoe chill. Hoe chill. Echt. Ik hou van deze tas nu al. Lijkt me als een knapzak waar ik alles kan ingooien. Yo. Hey, poesie. Dit is de poes van bij Paul. Hey, moppie. Hi. Oh, je bent ook een knappetje. Ik krijg een kusje voor de camera. Ja. Op een mooi ontbijt. Ja, daar is Mario. Het is heel mooi weer. We zitten lekker te ontbijten. Kijk. Oh, prachtig. Ja, liefde. Oh mijn god. Dat is in mijn winkel! Aan de Beethovenstraat. Ja, hallo. Is open, jullie moeten langs. Kijk hoe leuk het hier is, jongens. Ja. Yes, yes, ik was hier vorige week ook al. Vaste prik. Disco lightning. Oh my god, ik ben van een uurtje eerder vrij. Ik mag een beetje naar huis. Oh. Iemand wilde voor mijn lange werken, zo fijn. Ik ben namelijk nog niet klaar met mijn vlog editen van vorige week. Dus dat ga ik nu nog doen. Super chill. Goed, hey, ja. Eindelijk heb ik het te pakken. Goedemorgen. Het is dinsdag. Ik heb niet zo'n zin vandaag. Ik moet werken bij de Albert Heijn. En ik ga lunchen met Marco. Daar heb ik wel zin in. En daarna het eten met Jani. Maar ik heb geen zin om te werken. Jongens, dit is me weer een outfitje van de dag hoor. Bril Palat. Deze nieuwe jas is van Bijland Vintage. Shirt is van Marbles Vintage, net als de broek. En mijn nieuwe witte loafertjes. Kijk hoe leuk ze staan. Oh, van Bijland Vintage en de bag. Het is echt mijn all-time favorite nu al. Ik heb hem ook nieuw. Van Bijland Vintage. En Clouis horloge en leuke armbandjes. Ja hoor, dit is me wel een lookje weer hoor. Ja, oh, yeah, love it. Hey, mijn naam is Christy. It's also something I really love. Hey. Hey, oh, moppie. Oh, schatje, schatje, schatje. Marco, waar zijn we? Bij Wilhelmina Café. Ja! Nee, het is lunch van Wilhelmina. Maar je hebt ook een Wilhelmina Café, maar dat is niet dit. Broodje Floris, jongens. Ja! Ik heb van veel. We gaan leuke plannetjes maken. Huh? We gaan leuke plannetjes maken, toch? Ja! Dat is Paula! Ze kijkt op de vlogs, maar dit is een hele lief collega. Ja, ja! Daar zijn we weer! Wat doe je al? Daily Brood doet ze altijd, Daily Brood. Daily. Dus als je kaas wil, moet je op deze meid wezen. Oh, ik had net de schrik van mijn leven. Ik dacht bijna dat mijn camera het laten staan bij de Albert Heijn. Maar ik ben nu hier. Ik kan even Eljani ophalen, want we gaan gezellig eten bij Bureau Amsterdam. Eljani is een vriendin van mij en ze heeft mijn website gebouwd. Eljani, waar zijn we? Ja, heerlijk. Kijk, eten. Nog even een theetje met Michael voor het slapen gaan. En ik heb dus Rolo gehaald. Ja! YOLO met Rolo. Sloeven. Goedemorgen. Het is woensdag. Ik voel me echt super moe. Ik weet niet waardoor. We zitten even te ontbijten. Broodje met brie en tomaat. Yay. Met Michaeltje. En de poes is daar. Chrissy! Hey! En ik ga zo meteen naar
Ja, naar mijn oude stage. Daar ga ik gewoon aan mijn scriptie werken. Want ja, dat is nu het dingetje. Komende 2,5 maand moet ik mijn scriptie af gaan schrijven. Heel veel zin in, not. Lookje van de dag. Jasje is van House of Byfield. Gekocht bij de Topshop. Kaufhaus. We are vintage. En deze is van bij ons vintage. Nieuw. I love it. Kleurt heel leuk bij mijn jasje. Oh ja, en kleurseloosje. Geef een totaal shot, jongens. Yes. Goedemorgen. Goeiedag, ik ben Sacher. Ik wil graag naar binnen. Ik doe open. Dankjewel. Zo, eerste soort van scriptiedagje zit erop, maar ik wist mijn inlogcodes van de VU niet meer. En ik moest mijn begeleider mailen, ik moest überhaupt ook nakijken waar ik 2 jaar geleden voor had gekozen voor welke scriptieonderwerp. Dus ik heb niet zo heel veel gedaan, maar wel veel startwerkzaamheden, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu onderweg naar Lily. Ik ga eventjes met haar kletsen en dan ga ik naar huis. Maar eerste scriptiedag zit erop. Ik ben nog positief. Hallo? Hallo? Doe nou, Boslommer plantsoen. Ik kan het niet. Boslommer plantsoen. Top. Michael, wat heb je gekookt? Het spot. Ja, de eerste van deze winter herfst. Niet van het jaar, want het is natuurlijk ook gewoon winter als het begin van het jaar, sorry. Deze hutspot actie voor ja, deze winter. De eerste na de zomer. Ik hou van hutspot. Lekker Nederland, Nederland. Goedemorgen. Het is donderdag. Lekker over de helft van de week. Ik weet niet waarom ik deze slagersmuziek aan het zingen ben. Als je het al zo noemt. Maar het is donderdag. Ik ga nu aan mijn scriptie. Bij mijn stageinstelling, waar ik heb stage gelopen. En daarna moet ik werken. Want er is een teamleider ziek. Dus ik moet invallen. Daar heb ik echt geen zin in. Maar ja, you gotta do what you gotta do. Het is ook wel weer mijn verantwoordelijkheid dan. Dat. Lookje van de dag. Jas is van bij ons vintage. En deze is van Marmas vintage. Dit shirtje met deze hele schattige, strikachtige. Ah, het lukt niet. Zo. Deze ding is heel leuk. Deze ding, jeetje, mijn spraakgebrek in de ochtend. Broek is van de Topshop, is faux leather, high waist. Super strak, wel echt een mooie fit. En Nike's. En mijn bij ons vintage bag. Even een totaaltje. En gezellig goudzwart vandaag met een touch of rood. Heerlijk Engels-Nederlands dit ook, top. Gaat goed vandaag. En ik ben er, werken. Ik dacht, ik ga nog heel veel lekker buiten zitten. En dat is zo'n mooi weer, jongens. En ik zit dus bij Wilhelmina. Heel lekker. Daarna ga ik lekker naar werk. Wilhelmina is aan het hoekje van mijn werk. Stel, een koffietje drinken. Het wordt echt al zo vroeg weer donker. Ik moet echt een beetje aan wennen, hoor. Het is gewoon 7:30 en net klaar met werk. Kom terug naar huis. Het is al gewoon donker. Goedemorgen! Het is vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte Eliohir is op een rij met het aanstormende weekend waarop je wacht. De een Nederlandse Eliohir is, wie had dat gedacht? Ja! Ik heb hem afgemaakt, jongens. Ik zit mijn belastingen te doen. Verschrikkelijk irritant. Troep, belastingen. Maar het leuke is, tonen ze weer een keertje. Toontje. Ja! Niet dit is lieve Toon, jongens. Eindelijk een keer. Full force in de volg. Dag, schatje. Fijn dat je er weer een keer bent. 3 keer aan waar ik ben. Onderweg naar sporten. Hashtag geen kind. Nou, het zit weer op. En het ging beter dan de andere keren. Ik ging langer door. En
zwaarder en ik voel me ook echt minder kapot of zo. Ik denk dat het 3 weken niet drinken en niet echt uitgaan, dat ik het gewoon tijd in bed, dat het echt wonderen doet of zo aan de dijk zit. Ik zat het eigenlijk tussen die 2 spreekwoorden en ik was ze bijna door elkaar halen. Eerste oliebolletje. Oh, hatelijk. Nou, een fashion event in de regen met de paraplu. Maar ik ben dus onderweg naar Original Penguin lancering van de Spring Summer 2018 lijn. Maar helemaal dressed up in de regen loopt echt verschrikkelijk. Ik heb echt deze kleding niet. Hij heeft 1 shirt van deze merk. Maar ik zou hem wel dragen, de kleding. Dat vind ik wel een goed idee. Ik zou hem wel dragen, die kleding. Die jongen had aan de kleding. En in de lift thuis, hij was wel lief om naar huis te brengen. Met deze regen, echt heel chill met de auto. Dus ik was even gescoord naar het event en nu ga ik naar huis. Goedemorgen! Ik heb zo meteen de shoot met Michael, ga ik doen voor je naar de wardrobe. Ik ga daar kleding erop aanbieden. Yay! Maar ik ga dus nu even mezelf opmaken. Ik dacht misschien is het wel leuk als ik dat met jullie samen doe. Dat ik het een keer laat zien. Dus, dat. Oké, nou, ik doe gewoon even snel doorspoelen denk ik dit. En misschien als je het leuk vindt om te zien, kan ik dan een keer een... daily make-up routine op video opnemen of zo. Misschien is dat wel leuk, maar dan moet je het even laten weten in de comments. Als je het niet leuk vindt, dan ga ik het natuurlijk ook niet maken. Oké, ik ga nu naar mijn douche gaan. Dus ik ga het opvoeden. Yes, klaar om te shooten. Lookje van de dag. Deze is van Marbles Vintage. Dit shirt is donkerblauw van Kaufhaus. Broek Marbles Vintage. Schoenen André. Tas Bijland Vintage. En Kaluz horloge. Ik heb dit shirt dus niet zo vaak aan. Maar ik weet eigenlijk mijn god niet waarom niet. Want hij is best wel leuk met dat kolletje eraan. Hij zit ook gewoon best wel lekker. Dus note to myself. Wear it more often. Nou, we gaan nu naar locatie 2 in de auto, want locatie 1 was buiten en in de wind en ik kreeg gewoon ontzettende traanogen hier. Dus mijn hele make-up is nu ook uitgelopen. Het is echt super handig, super irritant. Dus ik
hoop dat het twee locaties in het treinstation is binnen. Dus ik hoop dat het dan wel lukt. Maar echt super irritant. Ze zei echt een half uur make-up te doen. En loopt het allemaal uit door je tranen. Ben klaar. Oh my god. Dus wij hebben 40 items geschoten. Voor bij United Wardrobe. Maar we zijn klaar. Ik ben wel helemaal verwaaid. Ik heb nog steeds een traan in het oog. Sorry, ik heb nog steeds een traan in het oog. Heel irritant. Oh ja, dit is de situatie. 3 volle tassen. 4 volle tassen met kleding. Michael heeft de foto's gemaakt. Thank you. Thank you. Yeah. Michael, wat gaan we doen? We gaan naar ADE. Yay. Ja, we doen echt verder niks met ADE deze week. Want we moeten scriptjes schrijven en studie doen en shooten en druk. Maar we gaan wel even naar het Absolute Vodka pre-drink feestje in Kampas. Yay, party. Lookje van ADE, jas is van H&M. Kan ik hem eindelijk een keer aan zonder dat ik naar sporten ga. Klutje van de Monkey, Clues horloge, shoes van Duke & Dexter. En dit pak, jongens. Dit pak heb ik dus van de King of Gip uit Parijs. En ik had hem alleen even aan in Londen toen ik gewoon daar thuis was. Maar ik kan hem nu eindelijk aan met uitgaan. Ja, kijk hoe fantastisch deze is. Love it. Hij is helemaal roze. Met hier gouden blaadjes en een zilveren steel. Dus dat komt het zilver allemaal zo mooi terug. En het goud. Ja, ik heb hier zo zin in om deze te dragen. Ja! Hallo. Goedemorgen. Het is zondag. Ik loop nu naar mijn werk. En ik kreeg net een super lief berichtje op Instagram van Rosie Papers, als ik het zo goed doe. Uitspreek, shout-out aan you, echt een super lief berichtje over dat ze mijn vlog kijkt. En dat ze zo blij is dat ik al mezelf ben, maar ook mijn kwetsbare kant laat zien. Echt super leuk. Dat doet me altijd zo goed, dan weet ik weer voor wie ik het doe. En dat is gewoon fijn. En iemand die zo'n berichtje stuurt, dat is altijd heel motiverend. Het is zondag, ga naar mijn werk de vlog editen, dus ik ga de weekvlog afsluiten, schatten. Even kijken of ik kan opsteken. Bedankt voor het kijken deze week. En blijf vooral kijken naar de video's die nu aangeprezen worden in de zijkant. Superleuk. En doe je duimpje omhoog, liefjes. En tot volgende week. Koes, koes.